Marco Romero, waar zijn we hier? We zijn nu op het voormalige spatcomplex van de Uitsmijters op het Maatveld in Almelo bij het Nijdingsbos. Want waarom zijn we hier? Waarom zijn we hier? Wij zijn bezig met een initiatiefplan voor 11 tiny houses die we hier voor 15 jaar willen plaatsen en daarin gaan wonen. En wat voor rol speelt het clubgebouw? Het wordt eigenlijk de speel van het hele plan. We gaan het gebruiken voor gemeenschappelijke doeleinden, zoals bijeenkomsten, voorlichting, misschien verjaardag of vergaderingen die we meerdere keren per jaar zullen volgen. Wat zijn tiny houses? Tiny houses zijn een kleine, voor permanente woning geschikte kleine huisjes. Maximaal 50 vierkante meter woonoppervlakte. En eigen gebouwd vanuit de behoefte om klein en met minder spullen te leven op een ecologische wijze. Moet je daar echt een idealist voor zijn om daarin te gaan wonen? Een beetje wel, ja. Want je moet wel volhoudend zijn in de ideeën die hebben, maar ook vooral het geduld hebben om bij met name de ambtelijke organisaties voet aan de grond te krijgen. En de politiek helpt daar wel een handje bij. Want jullie zijn al heel lang bezig met het project op deze plek van de grond te krijgen, hè? We zijn in totaal ongeveer 5 jaar bezig. Met deze plek zijn we 3 jaar bezig inmiddels. En waarom duurde het zo lang? Ja, dat heeft te maken met vooral regelgeving. Tiny houses zijn nog bekend. De kleine woningen zijn onbekend. De mogelijkheden zijn nog niet erg bij de gemeentes. Het is een andere vorm van wonen, een andere vorm van bouwen die vooral in de regelgeving nog niet een plek heeft, waardoor je heel veel vraagtekens hebt. Er is weerstand, er is heel veel onbekendheid. Je moet eigenlijk beginnen bij de politiek. Ja, het is natuurlijk simpeler om een hele wijk uit de grond te laten stampen dan een projectontwikkelaar. Want dat kennen we allemaal. Maar tiny house is dat is toch wel heel wat anders. Want het is klein, het is vaak zelfvoorzienend. Men kan hun eigen energie opwekken. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook onbekend. Het lijkt heel eng. Want het zijn natuurlijk mensen die op een klein stukje grond met z'n allen willen wonen. Spullen willen delen, enzovoort enzovoort. Jullie hebben een groen licht gekregen van de gemeente om door te gaan met het ontwikkelen van het plan. Wat moet er nu nog gebeuren? Een heleboel. We zijn natuurlijk wel heel ver gekomen en het collegebesluit is eigenlijk een hele mooie mijlpaal. Nu begint het pas echt. En er zijn meerdere sporen waar wij nu op voort gaan beduren. Enerzijds is het natuurlijk het spoor van onze eigen organisatie. Mensen erbij krijgen, zien dat we die 11 woningen hier krijgen. Maar er zijn dus nog gegadigden welkom? Op dit moment wel, ja. Wat is er zo leuk aan dit project? Waarom wil je in een tiny house wonen? Omdat je eigenlijk, in één zin is het heel simpel, klein wonen, groots leven. Met weinig spullen om je heen kan je gewoon heel veel vrijheid hebben.